Goedemiddag, dames en heren. Welkom in de Bali. Mijn naam is Yannick Servet. Ik ben hier programmamaker. En het doet me deugd dat u in zulke grote getalen bent opkomen dagen. Fijn dat u hier bent. Ook voor de mensen thuis die meekijken via de stream. Ook fijn dat jullie erbij zijn. Mag ik jullie verzoeken om je telefoon op stil te zetten? Jullie mogen naar hartelust meetwitteren via hashtag de Bali. Maar als het geluid uit kan, zou dat heel fijn zijn. Waarom is het zo belangrijk dat jullie hier zijn vandaag? In toenemende mate zijn we, denk ik, afhankelijk van vluchtig nieuws via tv en social media. En juist daarom is het belangrijk om elkaar daadwerkelijk te ontmoeten. Om de tijd te nemen om met elkaar te praten, elkaar vragen te stellen en, ja, als het even mee zit, ook nog een biertje met elkaar te drinken. En dat is juist de plek die de Bali wil zijn. Een plek voor fysieke ontmoeting. Voor gesprek, voor discussie. Sterker nog, dat is de plek die de Bali ook is. Er is nog een andere reden waarom het zo belangrijk is dat u hier bent vandaag. De aanslagen in Parijs vormen de directe aanleiding voor deze middag. Daar hoeven we niet omheen te draaien. Die waren zowel psychologisch als geografisch het dichtstbij. Maar u weet allemaal dat er niet alleen in Frankrijk aanslagen zijn gepleegd. Ook in Libanon, in Nigeria, in Jemen, in Somalië. Dat rijtje is bijna eindeloos. Het is dus ook niet IS, alleen IS of, hoe spreek je het uit? Daesh? Dat het probleem vormt. Maar het is ook Boko Haram. Het is Al-Shabaab. Het is misschien niet meer trending, maar ook nog steeds Al-Qaeda. Kortom, het is terrorisme op een globaal niveau. Hoe is het mogelijk dat het aantal aanslagen de laatste decennia exponentieel is gegroeid? Hoe is het mogelijk dat het leger van IS ook maar steeds groter wordt? En wat kunnen wij daaraan doen? Ik heb het antwoord niet op die prangende vragen. Daarom ben ik ook heel blij dat we Peter Knopen bereid hebben gevonden om naar de Bali te komen. En we mogen van geluk spreken, want zo vaak is hij niet in Nederland, geloof ik. Nee, het is hartstikke fijn. Dank voor uw komst. Peter Knopen is specialist internationale betrekkingen. Is voormalig directeur van het Internationaal Centrum voor Contraterrorisme in Den Haag. En is senior visiting fellow bij het Klingendaal Instituut. Hij gaat vandaag voor ons een lezing geven over, nou ja, de context waarbinnen radicalisering en radicale groeperingen kunnen ontstaan. Over de verantwoordelijkheid van het Westen en wat wij kunnen doen om internationaal terrorisme te bestrijden. Vandaag is er ook voor u, voor het publiek, ruim de tijd om met de heer Knopen in gesprek te gaan, om vragen te stellen. Dus maak van de gelegenheid gebruik om tijdens zijn lezing ook na te denken over een briljante vraag of een briljante opmerking. Daar krijgt u de ruimte voor. Maar voor nu, meneer Knopen, een warm welkom. Dankjewel. Voordat we beginnen, ik kondig je aan als specialist internationale betrekkingen, als voormalig directeur van ICCT, als senior visiting fellow van het Klingendaal. En je bent niet veel in Nederland, je reist veel rond, maar waar ben je geweest, waar ga je naartoe en wat doe je daar dan daadwerkelijk? Ik zit veel in landen waar terroristische organisaties actief zijn, waar recrutering plaatsvindt. Dus landen als Cameroen, Nigeria, Jemen, Pakistan. Waar ik naar kijk is in opdracht van regeringen en VN en EU en de verschillende organisaties, kijk ik naar de redenen, motieven, krachten, de drijfveren die ertoe leiden dat mensen zich aangetrokken voelen tot terroristische organisaties. Hoe komt het dat iemand in Mali op een dag besluit dat het beste wat hij met zijn leven kan doen is dat op te offeren door zich aan te sluiten bij Al-Qaeda in Mali? Hoe werkt dat? Ik ga daar straks nog uitgebreider in. Ik ga daar dingen over zeggen hoe dat precies werkt. Het is belangrijk om dat onderzoek te doen, om te weten hoe dat werkt en hoe die dynamiek is en hoe die recruteringsgronden zijn en wat de drijfveren zijn. Omdat de maatregelen die je treft, sorry, de maatregelen die je treft moeten
een reflectie zijn, moeten een spiegel zijn van wat de aantrekkingskracht is. Als dat is wat de reden is dat mensen die kant op gaan, dan is dat wat je moet doen het omkeren van dat verhaal. Ik ga straks daar veel uitgebreider op in. Maar ik reis dus veel naar landen. En ik woon overigens aan de andere kant van de wereld. Ik woon in Zuid-Afrika, ik woon niet in Nederland. En ook daar ga ik een paar dingen over zeggen. Want dat is nog wel een belangrijke manier. Een andere manier van naar de werkelijkheid kijken. Helder. Waar ben je als laatste geweest? Voordat je, want je bent nu een aantal dagen in Nederland. Waar kwam je vandaan? Ik kom via Cameroen, New York. Ben ik nu even een paar dagen in Nederland. En ga dinsdag terug naar Zuid-Afrika. Nou, nogmaals hartstikke fijn dat je er bent. Graag gedaan. We zullen jullie niet langer laten wachten. Goed. Ik ga er even bij staan. Want ik praat graag met jullie. We gaan een oefening doen. Uurtje. En ik beloof u dat aan het eind van dat uur mag u gewoon weer terug naar uw normale manier van naar de wereld kijken. Maar ik wil even mee in de gedachtegang, en ik las het vanmorgen in de Volkskrant, een meneer die forensisch psychiater is met een hele ingewikkelde voornaam. Meneer Van Marle heet hij, geloof ik. Ja, meneer Van Marle. Hoogleraar forensische psychiatrie. En die schrijft in de Volkskrant, of die wordt geciteerd in de Volkskrant. Zegt hij: ik begrijp wel waarom mensen die keuze maken. Als je opgroeit in de buitenwijken van Parijs. En je wordt gediscrimineerd en uitgesloten. En je hebt geen positie en geen toekomst. Dan snap ik wel als psychiater waarom je dat doet. Ik las dat. Toen schoot het door me heen: dat is dapper. Het is dapper om op dit moment in de tijd, terwijl de emoties sky high, het debat echt geëmotioneerd is, op het top van de emoties. Er zijn vreselijke dingen gebeurd. En zoals je al zei, die vreselijke dingen zijn gebeurd hier in Parijs, maar ze gebeuren ook in Bamako, ze zijn in Egypte gebeurd, ze zijn heel recent in Tunesië gebeurd. En waar ik vorige week was, in Cameroen, vlogen de bommen en de granaten om mijn hoofd. Het was aanslag na aanslag in Noord-Nigeria aan de grens met Cameroen. En ik was net in dat gebied. Om op dit moment in de tijd luidkeels te zeggen: ik begrijp dat wel, vereist moed en dapperheid. Is niet makkelijk. Toch gaan we, ik ga u dat vragen voor dit komende uur, even de gedachteoefening te maken. Want het is belangrijk. Als je de gedachteoefening niet meemaakt, dat is uw eigen keuze vanzelfsprekend. Ik dwing u niet om dat te doen, maar het is prettig om te kijken of het kan. Het is niet makkelijk. En even te proberen om uit dat frame te stappen van demonisering, duivels, onmensen. Want dat is de richting die het debat op aan het gaan is. Duivels. Demonen. Even kijken of we een uur lang kunnen kijken naar de mensen. Mensen die achter die demonen zitten. Hoe komt het dat iemand in Mali op een dag denkt: ja, in mijn positie, vanuit waar ik zit, hoe mijn leven eruit ziet in de toekomst, denk ik dat het beste wat ik kan doen, bijdragen aan een organisatie die een rebelse daad stelt. Die de wereld laat zien dat we een daad willen stellen. Hoe werkt dat? Er is een klein verhaal en een groot verhaal. Misschien nog even om te beginnen. Sorry, iets zeggen over waar ik woon en hoe ik naar de wereld kijk. Ik woon in Zuid-Afrika, ik woon helemaal aan de andere kant van de wereld.
De wereld ziet er aan de andere kant van de wereld anders uit dan hier. Ik merk, ik ben gisteren geland uit New York. Ik heb een beetje de pers van de afgelopen weken bekeken. Ik merk dat het debat over mijn onderwerp in Nederland heel erg gefocust is op Nederland. Hier. Klein. Maar ik zal u vertellen, de wereld is heel groot. En de wereld gaat niet over Nederland. De wereld gaat over hele andere dingen. De echte wereld is in China en Indonesië, in India en Pakistan, in Afghanistan en in Sub-Sahara-Afrika en voor een deel in Latijns-Amerika. Dat is waar de wereld is. Nederland is een heel klein stukje. Onze kleine bijdrage in wat er in de wereld aan de hand is, is nogal beperkt. Dus we zullen, als we willen kijken naar terrorisme en radicalisering en begrijpen wat er gaande is, zullen we de rest van de wereld even mee moeten nemen in onze overweging. Er is niks aan te doen. Dus maak het even groot en probeer te begrijpen dat mensen oprecht in Nigeria, oprecht in Kenia, oprecht in China, Oeigoeren, oprecht in Pakistan, denken dat ze een daad moeten stellen. Hoe komt dat? Waar komt dat vandaan? Ik ga een klein verhaal vertellen en een groot verhaal. Of had ik dat al gezegd? Dat kan zijn. Ik heb ook zo'n klikker, toch? Waarmee ik ergens... Ja. Dankjewel. Ik ga een klein verhaal vertellen en een groot verhaal. Het kleine verhaal gaat over die jongen in Mali of die jonge man in de buitenwijken van Nairobi. Of in, nou ja, noem ze maar op, China, Jakarta. En die op een dag besluit. Dat is het kleine verhaal. Ook in Gouda of in New York, daar doe ik niks aan af. Ook in Parijs, dat is een klein verhaal. Eerlijk gezegd is dat vrij eenvoudig. Het is niet zo heel ingewikkeld, het is vrij makkelijk te begrijpen. En is het nogal plat verhaal. Ik ga ook een groot verhaal vertellen. Het grote verhaal is vele malen ingewikkelder. Vele malen ingewikkelder. En is het kent enorm veel verschillende lagen en dimensies. Dus laten we maar bij het eenvoudig beginnen. Ik ga daar vrij snel doorheen en dan komen we bij het grotere verhaal. Dit is het kleine verhaal. Om te beginnen is het specifiek. Het is altijd specifiek. In Jemen is het anders dan in Pakistan. En in Pakistan is het anders dan in China. En in China is het anders dan in Gouda. Het is niet hetzelfde. De reden waarom mensen die keuze maken, komt namelijk altijd door lokale woede over een lokale situatie. Iemand is boos omdat hij, zij, door een politieagent op een onaangename wijze wordt behandeld. Of zijn broer op een onaangename wijze wordt behandeld. Geconfronteerd met een corrupte overheid die nooit niks voor hem doet. Die geen deel mag hebben aan de toekomst. Lokale grievances, lokale boosheid. Lokale boosheid geldt overigens ook voor sommige groeperingen, sommige mensen in Parijs. Ook daar speelt lokale boosheid. Ik kom aan de ingang van de discotheek en ik mag niet naar binnen. Niet één keer, niet twee keer, niet drie keer, nee, vijf keer. Ik mag niet naar binnen. En ik zie andere mensen wel naar binnen gaan. Boosheid. Particuliere, individuele boosheid. Dat wordt in het proces, in de loop van het radicaliseringsproces, zoals we dat dan als deskundigen zijn gaan noemen, wordt dat vertaald, wordt dat opgetild naar een internationaal niveau. Het is niet alleen mijn boosheid, het overkomt niet alleen mij, nee, het overkomt de mensen in Palestina, het overkomt de mensen in Bosnië. En het overkomt de mensen in China. Het is niet mijn verhaal, nee, het is een internationaal verhaal. Particuliere woede wordt naar een internationaal niveau getild. De Ummah. En weet u waarom ze mij weigeren aan de ingang van de discotheek? En weet u waarom ik in China geen volwaardig burger ben? Dat komt omdat ik een moslim ben.
We worden vermoord in Palestina. We zijn geslachtofferd in Bosnië. We worden gedood in Tsjetsjenië. En de wereld couldn't care less. Dat is het verhaal. Klein naar groot. En dan gaat het over uitsluiting of de perceptie van uitsluiting. Het idee dat ik niet mee mag doen in Noord-Nigeria omdat ik een moslim ben. Omdat ik nou eenmaal een gemarginaliseerde groep ben in de samenleving. Waar of niet waar is nog niet eens zo heel interessant. Het gaat over de perceptie. Het idee dat wij met z'n allen, wij de moslims in dit land, per se in de banlieues, in de buitenwijken moeten wonen en in het centrum van Parijs eigenlijk niet welkom zijn. En dat voelt als een vernedering. Vernedering is een essentiële emotie die, als we de verhalen van individuele jihadisten teruggaan en de geschiedenis teruggaan van individuen die daartoe zijn verleid, is vernedering bijna altijd de primaire emotie. Dan zit ergens tussen angst en schaamte. Ik ben klaarblijkelijk niet helemaal goed. Angst, schaamte. Die vernedering wordt gecollectiveerd. En dan hebben we het over hij, wij en zij. Wij zijn de mensen die er niet bij mogen horen. En zij hebben het voor het zeggen. Dus dan ontstaat er de polarisatie en het wij-zij-verhaal. Nou, daar komt natuurlijk bij dat er enorm hoeveelheid mensen zijn op de wereld die langzamerhand geen enkel perspectief meer hebben. Er is een enorme youth bulge in zowel Azië als in Sub-Sahara-Afrika. Een enorme hoeveelheid jeugd. Ik ga daar straks nog wat uitgebreider op in. Nou, en dan is de relatie tussen burger en overheid in Nigeria, to put it mildly, niet helemaal optimaal. Maar datzelfde geldt voor Kenia, Tanzania, Oeganda, Indonesië, China. Het overgrote deel van de wereld kent een verstoorde relatie tussen burger en overheid, waarbij de burger niet in staat is om de diensten te verlenen waar de burger op had gehoopt. Ik ga daar straks uitgebreid op in. Nou, en dan komt er op een dag iemand langs en die zegt: luister, Ahmed, luister. You can be a nobody in your village. Je kunt hier blijven zitten en geen enkele toekomst hebben en wachten totdat ooit een keer iets leuks gebeurt in jouw leven. Dat kan, maar je kunt ook wat doen. Je kunt ook een daad stellen. Je kunt ook macht hebben. Kijk, Obama, Hollande, ze zijn doodsbang van ons. Poetin is bang van je als je je bij ons aansluit. Macht. Invloed. You get a reason to live and die for. Een reden van bestaan. Iets waardoor je een daad kunt stellen. Een indruk maken op mensen die macht hebben. Dat kan. Nobody, somebody. Alles wat je hoeft te doen is je bij ons aansluiten. Dan heb je vrienden, comrades, een leather jacket en een AK-47. Kom. Kom. And God will love you for it. God zal je belonen. Dat is de propositie. En dat is voor 40.000, 50.000 mensen tot nu toe wat Daesh, ISIS, aantrekkelijk genoeg geweest om het te doen. Volgens schattingen van de Amerikanen zijn er 30.000, 40.000 buitenlanders die zich hebben aangesloten bij Daesh. En de totale kracht van Daesh zou zijn zo'n 100.000 mensen volgens schattingen van de Russen. Dus een klein groepje mensen, relatief, op de hele wereld gezien is dat toch een relatief kleine groep, maar toch. Zo'n 100.000 mensen hebben zich aangesloten bij die organisatie. En dan heb ik het niet over die anderen die je noemt Boko Haram. Naar schatting 10.000 mensen. Dan hebben we het over Akim, Mucha'o. Dan hebben we het over wat kleinere groeperingen. We zijn dus toch
een behoorlijke hoeveelheid mensen die zich daar hebben aangesloten. Maar dat is relatief natuurlijk toch een beperkte groep. Die nummer 10, die hoort er even voor de helderheid bij, want dat is feitelijk juist. Soms worden mensen natuurlijk gewoon betaald. Gekocht. Ik heb in Niger mensen gesproken die 300 euro kregen om zich aan te sluiten bij Boko Haram. Ik heb in Nairobi mensen gesproken die $20 kregen om een brief van de ene plek naar de andere te brengen. En de volgende dag $30 om dat nog een keer te doen. En de vierde dag konden ze niet meer terug. Die dingen gebeuren ook. Er wordt ook in Jemen van huis naar huis, Tunesië, mensen bezocht, families. En wordt gezegd, één van jouw kinderen zich aansluiten bij onze organisatie. Druk uitgeoefend. Dus dat gebeurt ook. Goed. Tot zover is het allemaal tamelijk eenvoudig. Ik ga u nou meenemen naar het echte ingewikkelde verhaal. So bear with me. Het grote verhaal. En het grote verhaal gaat over het feit dat die 100.000 mensen die zich hebben aangesloten bij terroristische organisaties kunnen rekenen op de sympathie van een veel grotere groep in de wereld. Mensen die begrip hebben voor die keuze. Mensen die snappen waarom dat gebeurt. Mensen die voelen dat ik zou dat zelf niet doen. Ik zou ook dat geweld niet gebruiken. Maar ik begrijp wel waarom mensen in opstand komen. Ik begrijp wel waarom mensen van die woede en die machteloosheid naar daden gaan. En die groep, dan praten we over, ik ga u een klein beetje ongerust maken, maar het is wel belangrijk om dat u zich dat realiseert. We praten over honderden miljoenen mensen in deze wereld. Die begrijpen, sympathie voelen voor het feit dat mensen een daad stellen. En de vraag is, waar komt die sympathie vandaan? Waar komt dat gevoel vandaan? Waar komt het vandaan dat mensen begrijpen wat wij vinden dat demonen zijn, duivels zijn, dat ze daar begrip voor voelen? Het is gelaagd en ingewikkeld. Dit is de eerste. Moderniteit. Moderniteit is de meest ingewikkelde ideologie die er op deze wereld ooit heeft bestaan. Want hoe weet je nou dat je modern bent? Het is de meest onzekermakende ideologie ter wereld. Want niemand weet echt helemaal 100% zeker dat hij wel modern is. Ik kijk altijd met enige verbazing naar de bijlagen van de Volkskrant op zaterdag, die voor 80% wordt besteed aan wat je moet doen om modern te blijven. Kleding, wat moet je lezen, naar welke film moet je toe, welke architectuur, welke inrichting. Moderniteit is uiterst onzeker. Je weet het nooit helemaal zeker. En dan leven wij nog in wat wij vinden dat het een moderne samenleving is. Maar het overgrootste deel van de wereldbevolking woont in een omgeving die wij vinden dat die niet modern is. Diepte van wat dat betekent, iets wat je even tot je door moet laten dringen. Wat betekent het dat je woont in Afghanistan en er komen buitenlanders zoals Nederlandse militairen, die komen terug uit Afghanistan en die zeggen tegen mij, Peter, die mensen lopen 2000 jaar achter. Achterop wat? Achterop wie?
En hoe moet het zijn om onderdeel uit te maken van de groep, de overgrote meerderheid van deze wereldbevolking? Iemand heeft hier een mening over, dat is klaarblijkelijk. Tot die even grote meerderheid van de wereldbevolking te horen, waarvan mensen zich bewust zijn dat zij niet modern zijn en dus nog heel erg veel te gaan hebben voordat ze bij ons mogen horen, de modernen. Want op een of andere manier hebben wij met elkaar besloten dat modern zijn de toekomst is die onontkoombaar is. Dat gold overigens ook voor het socialisme. Die had ook besloten dat de geschiedenis maar één kant op kan gaan. Namelijk, uiteindelijk wordt de hele wereld socialistisch. Overigens geldt voor de Oema en het jihadisme exact hetzelfde. Er is uiteindelijk van de geschiedenis maar één uitkomst. En dat is dat we allemaal gelukkig zullen zijn in het kalifaat. Het modernisme predikt exact hetzelfde. Uiteindelijk zullen wij allen in de hele wereld modern worden, naar het voorbeeld van hoe wij leven. Ik beloof u, er zijn mensen in deze wereld die daar niet noodzakelijkerwijze blij van worden. De gedachte dat iemand ergens, waarvan overigens de eigenaar, van waar kun je dat dan nalezen, hoe je precies modern moet zijn? Dus je moet het worden. Het Westen heeft besloten dat dat de kant is waar we allemaal op gaan. Wij lopen 2000 jaar achter hier in Afghanistan. En niemand kan mij precies vertellen wat ik moet doen om het te worden. Maar uiteindelijk zal ik het wel worden, heb ik begrepen. De complexiteit van die boodschap is ongeëvenaard. En het interessante is dus dat moderniteit is internationaal. Want dat is niet iets wat wij in Nederland willen, of in Europa willen, of in Amerika. Nee, het is overal. Thailand, China, iedereen. Uiteindelijk hebben wij besloten modern worden. Mensen stellen daar dit tegenover. Kunt u het zien? Ik lees het langzaam voor. Traditie. Vroeger. Traditie is iets waar je in kunt wonen. Traditie is iets wat zekerheid biedt. Stabiliteit. Iets wat duidelijkheid biedt. Dat is iets wat je hebt. Dat is iets uit je eigen verleden. Dat is iets uit het collectieve verleden. Het is iets van ons. Wij hebben een traditie. Wij hebben een geschiedenis. En wij kunnen daarin wonen. Het geeft helderheid. Het geeft kaders. Het geeft zekerheid. En het geeft een gevoel van eigenwaarde. Dit in tegenstelling tot moderniteit. Het gaat over individualisme, gebrek aan zekerheid en seculariteit. Afscheid van God als kader. Traditie is religieus, het is geschiedenis, het is trots en het is zekerheid. Traditie als reactie op moderniteit is niet iets wat uitsluitend gebeurt in Sub-Sahara-Afrika en Azië. Het gebeurt ook hier. Zwarte Piet. Traditie. Emoties rond die discussie zijn gigantisch. Want het gaat over de zekerheid van ons collectieve traditie en cultuur. Het is ook kleiner. 2 keer België. 8 keer de Balkan. Hoeveel landen zijn er op de Balkan inmiddels? Kleiner. Tsjechië, Slowakije. Noord- en Zuid-Soedan. Kleiner. In de gebieden waar ik woon noemen ze dat tribalisering. Want tribes is iets wat je hebt in landen die niet modern zijn. Dat hebben wij in Europa natuurlijk niet.
In Limburg heb je geen tribes. Maar de verkleining, terug naar lokaal, terug naar historie, terug naar het verleden, terug naar de rijkdom en de trots van het verleden, is de reactie op het neo-imperialistisch gedachtegoed van het modernisme. En ik zeg het met opzet even, het modernisme en het feit dat wij met z'n allen in Europa, in de westerse wereld, hebben besloten dat de wijze is waarop de toekomst vorm gaat krijgen, is iets wat door een niet onbelangrijk aantal mensen in deze wereld wordt gezien als neo-imperialisme. Dat is één laag, maar we hebben nog een paar. Deze. In 1989, 1990, daar in die buurt, is er een einde gekomen aan wat Fukuyama noemt het einde aan de geschiedenis. Ik heb het gevoel dat mijn zender niet meer echt werkt. Werkt dit nog? Ja? Okay. Einde van de geschiedenis. De vraag is, dat is een uiterst omstreden idee, dat er een einde zou zijn gekomen aan de geschiedenis met de val van de muur. Maar het was in ieder geval het einde van de dichotomie tussen het socialisme en het kapitalisme. De markt overwon. Sinds die tijd, sinds de afgelopen 25 jaar, hebben we afscheid genomen van het idee dat er in het socialisme misschien een oplossing zou kunnen worden gevormd voor een solidaire, collectivistische samenleving. Dat ideaal verdwenen. En als dat ideaal is verdwenen en de dichotomie is verdwenen, en er is nog maar één systeem over, deze, dan is er ook geen reden meer voor politiek. Want als er geen keuze is, als er alleen nog maar de markt is, als dat het enige leidende principe is voor hoe de wereld in elkaar zit, dan heb je dus ook geen behoefte meer aan politiek, want er is geen keuze. Het is markt of markt. Het is Hennis en Maurits of Hennis en Maurits. Het is Starbucks of Starbucks. Er is geen keuze meer. En dan krijg je dus de leuzes als die van Obama, change, change. Dat is de politiek anno 2000, wat was het, 11, 12? Change. Change is niks. Change is leeg. Keuzes zijn weggevallen. Dat is voor een hele grote generatie, een hele grote groep mensen in de derde wereld, een hele ingewikkelde boodschap. Omdat die markt, winnaars van de markt, dan ga ik niet een hele economische, internationale economische analyse maken. Maar de winnaars van die markt zitten in de moderne wereld. En voor een deel in de elite van de samenlevingen waar we het over hebben. Die markt is individualisering. Weg van de collectiviteit. Het is depolitisering. Het is de een tegen de ander. Er is geen moreel kompas en er is een toenemende mate verschil tussen rijk en arm. Modernisering, traditie, depolitisering, markt. En geen heldere richtlijnen voor hoe je te gedragen. Ik ga er nog 2, 3 aan toevoegen. Misschien had ik hiermee moeten beginnen, want misschien is dit nog wel de meest belangrijke van allemaal. Na de Tweede Wereldoorlog is er in grote delen van de wereld een golf op gang gekomen van verzet tegen de koloniale overheersing. Verzet tegen de koloniale overheersers, die voor een deel overigens geïnspireerd werd door socialisme en die in heel veel gebieden, Azië, Afrika, tot bevrijdingsbewegingen heeft geleid. Bewegingen die een nieuw elan vertegenwoordigden. Die zeiden, we gaan het op een betere manier doen. We gaan afscheid nemen van de onderdrukkende regimes. We gaan toe naar de bevrijding van onze landen. En we gaan het op onze eigen manier doen.
Je hoeft niet heel veel te reizen in die landen om te ontdekken dat dat elan, die hoop voor de toekomst, in heel veel landen tot een enorme teleurstelling heeft geleid. We praten in Zuid-Afrika zelf, waar Nelson Mandela waarschijnlijk de laatste was van die golf van bevrijding en elan en nieuwe toekomst, hoop voor de toekomst. We praten over een generatie die nu 25, 35, 40 jaar oud is. En die een enorme teleurstelling voelt bij wat ooit een nieuw elan en een nieuwe wereld zou worden. Die bevrijding, die politiek was en die het gevoel van wij met z'n allen gaan het beter doen, die heeft geleid tot dit. Ik was, zoals ik zei, vorige week in Cameroen. Ik kom op het vliegveld, zo erg heb ik het eerlijk gezegd nog nooit meegemaakt. Ik kom op het vliegveld, er staat een official. Iemand die daar voor de overheid zelf werkt. En die deed een beetje onaardig, een beetje hoekig tegen me. Dus ik zeg, goh, ik leef al een tijdje in Afrika. Mensen hebben de neiging om plezierig en prettig en aangenaam en humoristisch te zijn. Deze man deed een beetje hoekig en vervelend tegen me. Dus ik zeg, goh, wat is er aan de hand? Vertel. En zonder dat ik verder ook maar ergens iets hoefde prikken, zei de meneer, we hebben het hier in Cameroen helemaal gehad met onze overheid. Onze overheid doet helemaal nooit niks voor ons. Nous sommes amer, zei hij. We zijn zuur. Er is een enorme crisis in heel veel postkoloniale samenlevingen tussen overheid en burger. Waarbij het geloof van de burger in de bevrijdingsbewegingen, in de bevrijdingsretoriek, in het gevoel dat er een toekomst en elan zou zijn. Dat de politiek een oplossing zou komen. Een einde aan de onderdrukking. Enorme teleurstelling en ontevredenheid. Waarbij de burger voelt dat er een kleine minderheid van Mugabe-achtige mensen, mensen die voortkomen uit de bevrijdingsretoriek, mensen die de dragers waren van die revoluties en een einde zouden maken aan de onderdrukking, die mensen hebben de macht in handen en hebben de mechanismes gevonden in de markt om economisch en politiek in die posities zichzelf te handhaven. En de bevolking is amer. Ik kan het niet mooier zeggen dan deze Cameroenees. En dan zie je dus dat de centrale overheid nauwelijks meer legitimiteit heeft. Dat de bevolking voelt dat ze aan zichzelf zijn overgeleverd. En dat ze de collectiviteit terugvoeren naar de traditie, de geschiedenis, de kleinheid. Terug naar de tribe, tribalisering. En dit vind ik eerlijk gezegd zelf nog de meest schrijnende. In heel veel van de postkoloniale samenlevingen worden geconfronteerd met een enorm gebrek aan systemen om conflicten te hanteren, om conflicten op te lossen, verschil van meningen op een of andere manier een plek te geven, daar oplossingen voor te zoeken. En dat heeft te maken met het feit dat de oorspronkelijke, de traditionele vorm van conflicthantering op het dorpsniveau, waarbij de ouderen bij elkaar onder de boom gingen zitten en zeiden, kijk, jij hebt een koe gestolen van die, dat moet je oplossen. Conflicthantering. Op het laagste niveau. Dat systeem is in de urbane samenleving van Lagos, Yaoundé, Jakarta, voor die jongeren niet meer functioneel. Dat werkt niet meer. En de moderne systemen, als ik dat woord even mag gebruiken, de geïntroduceerde koloniale systemen die gekomen zijn met rechters en politieagenten en advocaten, zijn volslagen corrupt. Als je daar toegang toe wilt krijgen, dan zul je
moeten betalen. Dus de oude systemen van conflicthantering werken niet meer en de nieuwe zijn gecorrumpeerd. Stelt u zich even voor een samenleving in een stad als Karachi. Miljoenen mensen op een hoop, enorme hoeveelheid jongeren die nauwelijks economisch en ander perspectief hebben en er is een conflict en er is geen systeem om het op te lossen. En je krijgt te horen dat je achterloopt en dat je ooit een keer modern zult worden. Dat is de werkelijkheid waarin heel veel mensen in deze wereld functioneren. En dan heb je dus geen moreel kompas meer in je politiek. Je hebt geen moreel kompas meer in je traditie. Je hebt geen moreel kompas meer in je politici. Je hebt geen moreel kompas in je overheid. En je hebt geen moreel kompas in je conflicthanteringsmechanismen. Dat is waar we het over hebben. Dan sla ik die even over. En dan ga ik deze wat sneller doen. Ik moet deze heel kort even. Ik vind het zo geweldig. Die jongen in Noord-Nigeria die naar mij toe kwam. En ik zei, ja, maar jullie doen toch gewoon verkiezingen. En jullie zijn toch, Nigeria is toch een democratisch land, toch? Ja, zei die Peter, maar kijk, eens in de 4 jaar komt er bij mij iemand langs en dan krijg ik een paar centen om mijn stem te verkopen. En dan is die door mij verkozen, democratisch verkozen politicus, is vervolgens zichzelf aan het verrijken in de komende 4 jaar. En als ik van de politieagent iets gedaan wil hebben, moet ik betalen en ik moet oppassen voor het leger, want die willen me doodschieten omdat ze bang zijn dat ik Boko Haram ben. Dat is mijn democratie. Dat is democratie. Dank u wel. Dat is jullie democratie. Bedankt daarvoor. De diepte van die crisis kun je nauwelijks beseffen. En wij komen dan met ons mensenrechtendiscours, met onze democratiseringsverhalen. Maar de crisis is enorm. En dan komt dit een keer langs. Dit komt dan langs. En die zegt, luister. Dit is wat we bieden. Helderheid. Rechtvaardigheid. En onfeilbaarheid. Een belofte van Sharia law. Helderheid over wie de regels neerzet. Helderheid over wat mag en wat niet mag. En iets wat geworteld is in onze eigen traditie, in onze eigen trots, toen we nog ertoe deden, toen we nog niet te horen kregen dat we 2000 jaar achterliepen. Dat verhaal. En dat is voor 100.000 mensen bij Daesh aantrekkelijk genoeg om de daad te stellen. Maar het is voor groot aantal mensen aantrekkelijk genoeg om te begrijpen waarom de call van dit appel, van dit verhaal, resoneert met die 100.000 mensen. Omdat ze in een samenleving zitten die geen hoop biedt, die geen toekomst biedt, die geen kaders biedt. En waarin ze door ons verteld wordt dat ze 2000 jaar achterlopen. Vandaar. Ik hoop dat dat een beetje. U mag gewoon weer terug naar demoniseren en dat zijn allemaal duivels en dat zijn zo. Hè? Daar doe ik niks aan af hoor. Het is niet zo dat ik vind dat mensen die decapiteerden, die mensen onthoofden, dat die recht van spreken hebben. Of dat je de misdadigers niet zou moeten berechten. Of dat je mensen die tot terroristische daden overgaan, dat mensen zijn die compleet de fout ingaan. Laat me daar helder over zijn.
Dus we gaan gewoon weer terug met z'n allen naar het idee dat we daar iets aan moeten doen. En dat het inderdaad duivelse gedachten zijn dat je geweld moet inzetten om die problemen op te lossen. Ik heb alleen geprobeerd duidelijk te maken hoe het komt dat mensen die stap zetten. En hoe het komt dat er zoveel mensen zijn die sympathie voelen voor de mensen die de stap zetten. Het doet niks af aan de misdadigheid van een moord. Oké. Dankjewel Peter voor het inzichtelijk maken van ja, toch complexe en vaak ook pijnlijke materie. Het is vaak moeilijk om voorbij de emotie te gaan, om die emotie opzij te zetten in het analyseren van deze ja, toch aanslagen, gebeurtenissen die toch akelijk dichtbij lijken te komen. Ik wil even terugkomen hier in de laatste slide, noem je religie, maar je begint met wat beweegt jongeren om zich aan te sluiten bij radicale groeperingen. Daar, bij die motivatie, bij die argumenten, daar staat religie niet tussen. Nee. Is religie in die zin dan secundair? Naar mijn idee is, ja. Naar mijn stellige overtuiging is religie secundair. In die zin dat het vacuüm wat getrokken wordt door het ontbreken van de ideologieën, ontbreken van hoop en toekomstperspectief en het ontbreken van een helder beeld van regels en morele richtlijnen, morele ankers, dat religie in relatief toevallig in dat vacuüm stapt. Ik ben er, maar dat is mijn, zo, ik geef hem uitdrukkelijk voor een betere, maar ik ben ervan overtuigd dat het een tamelijk toevallige omstandigheid is dat vacuüm, dat is helder waar dat vandaan komt en het gebrek aan heldere richtlijnen en heldere identiteit. Maar het feit dat er een ideologie of een gedachtegoed in dat vacuüm stapt, dat toevallig, of dat de islam is naar mijn stellige overtuiging redelijk toevallig. Dat neemt niet weg dat religie natuurlijk een aantal kenmerken heeft die daarvoor geschikt maken. Maar daar zit toch een zekere toevalligheidsfactor in. Je zegt toevallig de islam. Is het dan toevallig de islam of zie je die radicalisering ook binnen andere religies of met betrekking tot... Je ziet uitdrukkelijk in Afrika een invasie van militante christelijke bewegingen die gefinancierd worden vanuit Amerikaanse private instellingen en die een zeer militante boodschap brengen in grote delen van West- en Centraal-Afrika. Dus je ziet de invasie ook vanuit het Westen in de richting van de derde wereld. En die voldoet, ook daar geldt dat de christelijke religie en de militante interpretatie van de christelijke religie in hoge mate een antwoord biedt aan jongeren die de zoektocht hebben naar identiteit en houvast en ankers. Dus ook daar zie je dat daar een aantrekkingskracht van uitgaat. Hij is minder gewelddadig op dit moment dan sommige interpretaties van het islamitisch gedachtegoed. Maar hij bestaat wel degelijk als tegenbeweging. Je noemde het net ook, zie je ook radicale seculiere bewegingen om je heen? Nee. Nee, op dit moment niet anders dan dat onze manier van het seculiere gedachtegoed verspreiden door sommigen, laat ik het zo voorzichtig mogelijk zeggen, door sommigen wel wordt opgevat als tamelijk militant. Ik wil nog even met je hebben voordat ik het woord aan de zaal geef over een schijnbare tegenstelling, over een paradox. Groeperingen zoals Boko Haram of Daesh kun je zien als product van de moderniteit of een reactie tegen de moderniteit. Ja. Antimodern, maar tegelijkertijd hypermodern. Ja.
Nee, dat is allebei waar. Het maakt gebruik van elementen van moderniteit. En in die zin past het in de traditie van de maakbaarheid van de samenleving. En het feit dat je de samenleving op een bepaalde manier moet kunnen vormgeven. Dus daar in die zin past het binnen moderniteit ook aspecten van technologie en zo. Maar dat zit wat meer aan de buitenkant. Maar ook als je wat meer naar de kern van moderniteit, of wat het moderniteitsgedachtegoed is, dan zie je dat er ook in de militaristische, militante islam wel degelijk elementen van de moderniteit zitten. Dus het is, wat dat betreft, is het een hybride, waarbij ze teruggaan naar de traditie, teruggaan naar de trots, teruggaan naar de geschiedenis en wat we allemaal al hebben bereikt en waar we naartoe zouden moeten. Maar er zitten ook elementen van de moderniteit in de maakbaarheidsgedachte, de gedachte dat we de samenleving opnieuw vorm moeten geven. Dus het is inderdaad een hybride, zeker waar. Dankjewel. Oké, ik wil u graag het woord geven. Daar hebben we ook de tijd voor. Ik moet u wel zeggen, ik ben enorm gehecht aan deze microfoon. Dus ik hou die in handen, hoewel het soms een beetje worstelen is. Het is druk, maar ik kom naar u toe. Dus heeft u een vraag of een briljante opmerking? Je legt de lat wel gelijk heel hoog, hè? Meneer achterin, u was als eerste. Het is meteen het moeilijkste om te bereiken, hebben we dat gehad. Hallo. U zegt net dat de islam secundair is. Maar als ik dan kijk in de wereld, hè, je hebt ook andere onderdrukte volkeren, Tibetanen, Hindoes, die gaan niet moorden. Ik heb nooit gehoord van moordende Tibetanen of moordende Hindoes. Dus, nou, geen aanslag, of in ieder geval grote aanslag, laat ik het zo zeggen. Dus heeft het daar toch niet een beetje mee te maken met de religie? Dat is mijn vraag een beetje. Nee, ja, het is een beetje hetzelfde. Dit is een herhaling van dezelfde vraag. Dus dan loop je het risico dat ik hetzelfde antwoord ga geven. Natuurlijk is het zo dat in het absolutisme van een religie, hè, wat religie per definitie is, hè, dat is strak dogmatisch, een vierkant. Dus het gaat over interpretatie van teksten, het gaat over interpretaties van oude teksten. En in het dogmatische en het rechtlijnige en het hoekige van wat religie per definitie is, loop je dus het risico dat mensen heel precies gaan kijken naar teksten en zeggen, kijk, daar staat dat we onze vijanden het recht hebben om onze vijanden om zeep te helpen als zij in strijd zijn met onze manier van denken. Dus dat is inherent aan wat een dogmatische gedachtegoed nou eenmaal is. Dus in die zin heeft hij natuurlijk gelijk. Maar als het gaat, als ik ga, zoals ik aan het begin van deze middag zei, naar plekken als Jemen en Pakistan en Nigeria en ik praat met mensen die stap hebben gezet. En ik vind elke keer weer dat het uiteindelijke beginpunt, het startpunt, is een politiek punt. Politiek woede over bepaalde politieke omstandigheden, politieke situatie. En die leidt uiteindelijk ertoe dat mensen ze gaan zoeken naar een antwoord. En dan is daar iets wat zich aandient en die dat omarmt. Die zegt, kom maar op. You've got comrades. En we kunnen je wapens geven, we kunnen je de middelen geven, we kunnen je de tools geven. Dus het begint bij die jongeren, niet bij religie, het begint bij de politieke grieven. Daar begint het. En dus als we het over kip en ei hebben, heb ik de neiging om te denken dat die grieven, die de bron vormen van de woede, eerder het kip zijn en dan, ja, dan raak ik in de war en dan ben ik weggewijd. Maar je begrijpt wat ik bedoel. De 18e vraag. Nou, oké. Kom bij u hoor. Eerst even een opmerking. Het viel me op hoe vaak u het woord moreel heeft gebruikt. Morele kompas, morele ankers, morele heersing. Ja. Wat ik hier in dit rijtje mis is de reflectievermogen van het westerse beschaving op het gebied van moraliteit. Het reflectievermogen van de westerse beschaving op het gebied van moraliteit. Ja, wij zijn het onmiddellijk eens. Ja, dat, ja. Ja, ik
Ik miste dat deel. Dat deel nee, die, dat, wat u heeft ja, maar ik ga geen, is vooral gaat over de het is, Oosterse. Tuurlijk, maar het is niet... Ik probeer zoveel mogelijk te vermijden, dat moet u opgevallen zijn, om oordelen te geven. Het is niet mijn doel om te oordelen. Ik probeer helderheid te geven in wat er gaande is. Omdat als het dan zo is, wat sommigen zeggen, dat we in oorlog zijn, dan is het op zijn minst interessant om te weten welke oorlog we dan voeren. Waar gaat die oorlog dan precies over? Want als we in oorlog zijn en we snappen niet welke oorlog het is, als we niet weten welk conflict we in zitten, dan is het wat ingewikkeld om het probleem op te lossen. Meneer Hollande heeft gisteren gezegd, tot mijn grote blijdschap, dat de vijand is de haat. Ja, de vijand is de haat. Maar we zullen moeten begrijpen hoe die haat in elkaar zit. Het is niet aan mij, of het is in ieder geval, wil ik dat zoveel mogelijk vermijden, om een oordeel te vellen over dingen. Maar ik ben het onmiddellijk met u eens dat de noodzaak tot reflectie, zelfreflectie, in de spiegel kijken en kijken waar we dingen anders zouden kunnen doen, van het allerhoogste belang is. Omdat dat ons kan leren enige bescheidenheid aan de dag te leggen, te kijken naar onze eigen rol in wat er gebeurt. Dat neemt niet weg, ik wil dat toch nog een keer gezegd hebben, het neemt niet weg dat niets, maar ook niets, rechtvaardigt dat er iemand Parijs de straat oploopt en mensen doodmaakt. Dat niks. Zo, hè? Zelfreflectie, de noodzaak van zelfreflectie rechtvaardigt op geen enkele wijze wat daar gebeurt. Noodzaak van zelfreflectie is er wel, ja. De noodzaak van zelfreflectie, ook met betrekking tot onze huidige strategie, ik bedoel met huidige strategie, de strategie van de internationale gemeenschap, de manier waarop ze het probleem nu aanpakken. We zijn in oorlog, we gooien meer bommen. Dienen we die strategie ook te overdenken? Ja, maar hij is heel ingewikkeld om hem halverwege te stoppen. Als je eenmaal in die fuik zit, dan is het heel ingewikkeld om de andere kant op te lopen. Wat we na 9-11, laten we even teruggaan naar 9-11. Toen is er gezegd, luister, we'll hunt them out, we'll smoke them, whatever. En we zijn Afghanistan ingegaan. We weten vandaag allemaal wat de gevolgen daarvan zijn geweest. En we zijn vervolgens Irak ingegaan. En we weten ook wat daar de gevolgen van zijn geweest. Sommige mensen beweren dat wat we nu meemaken een onderdeel is van de gevolgen van wat we in Irak hebben gedaan. Waarvan overigens de oorspronkelijke motieven, op geen enkele manier deugden. Want er waren geen massavernietigingswapens. En er was geen link tussen Saddam Hussein en Al-Qaeda. Dus de motivatie was ook op zijn minst wat zwak. Dus de respons op 9-11 was niet optimaal en adequaat. Ik geloof dat ik niet een heel raar soort iets zeg als we dat met elkaar constateren. 20 jaar later. Nee, 15 jaar later. We weten dat als er achter steun, sympathie voor de daadkracht van ISIS, als daar een massale woede en boosheid in de derde wereld zit, dat als we ISIS verslaan, en ik geloof dat we dat militair best zullen kunnen, dat daarachter dat gedachtegoed gewoon een nieuwe rebellie zal tot stand zal brengen. Dat weten we. Maar dat neemt niet weg dat je niet halverwege kunt stoppen en zeggen, nou laat het dan maar zitten in het Midden-Oosten. Zo werkt het natuurlijk niet. Zo werkt de werkelijkheid niet. Dus je kunt niet nu weglopen, want dat zal de andere kant zien als een enorme overwinning en een morele boost en een enorme opsteken. Van we hebben de westelijke mogelijkheden weg kunnen sturen. Dus je kunt niet meer terug. Er is geen weg terug. Maar de noodzaak om zorgvuldig te kijken naar de bronnen van het conflict, de achtergrond van de woede, de achtergrond van de boosheid, en ook aan die kant, hè, aan de basis van je piramide, om daar iets van versmalling teweeg te brengen, om te zorgen dat het draagvlak en daar iets gebeurt, is levensgroot aanwezig. Volgende vraag. Ja, deze kant. Meneer. Dat leidt wel tot de vraag van hoe dan wel, hè? Dus geweldige uitleg, heel erg bedankt daarvoor, ik vond hem echt super. Maar wat adviseert u nu die Europese regeringsleiders en wat adviseert u ons burgers? Wat gaan we doen? Ja,
Nee, het is niet zo dat ik het antwoord niet weet, maar ik probeer een zorgvuldige formulering te kiezen. Het is zo dat de specifieke analyse van wat er in Nigeria aan de hand is, wat er in Cameroen aan de hand is en wat er in Pakistan aan de hand is. Dus de specifieke deskundigheid over wat is er in dit land aan de hand, waardoor jongeren, et cetera. Dat is een belangrijke basis om werk te doen op het gebied van het voorkomen van radicalisering, het voorkomen van de aanwas en de aantrekkingskracht van terroristische organisaties. Dus dat werk moet doorgaan. Maar, en dat werk gebeurt veel intensiever nu dan 5 jaar geleden. Er is een hoop gebeurd in de afgelopen 5 jaar op dat gebied. Er wordt veel meer op dat gebied gedaan dan 5 jaar geleden. Overigens dankzij, ik wil die naam toch hier genoemd hebben, dankzij meneer Obama en mevrouw Clinton die dat in 2011 hebben gelanceerd. Hele project om veel meer te kijken naar de onderkant van die terroristische organisaties is afkomstig, oorspronkelijk van mevrouw Clinton, opgepakt door Obama. En grootschalig nu in gang gezet. Maar, iemand, de technicus zet af en toe een punt. Maar dat gezegd hebbende, ik geloof dat ik wel duidelijk heb gemaakt dat dat ook een verandering vereist bij de voormalig bevrijders van de koloniën die de macht naar zich toe hebben getrokken, de Mugabes van de wereld, die op die macht zitten, economisch en anderszins, en geen ruimte bieden aan deelname, participatie en serviceverlening aan hun onderdanen. Want dat levert in hele grote delen van de wereld een enorme binnenlandse spanning op. Dus als je kijkt naar wat de daadwerkelijke drijfveren zijn en de politieke grieven van mensen zijn in, noem eens wat, Mali, dan betekent dat wel dat de bereidheid aan de kant van de overheid er moet zijn om die grieven dan vervolgens te adresseren en iets te doen aan een verandering. Dus het betekent een echte verandering. Er zijn dagen dat ik optimistisch ben, laat ik het zo zeggen. Misschien moet ik zeggen, er zijn ook dagen dat ik optimistisch ben. Misschien moet ik het zo zeggen. Ja, ik heb een opmerking en een vraag. De eerste opmerking is dat ik vind dat er in Nederland ontzettend weinig aandacht is. Dat er in bijvoorbeeld Mali, maar ook in Noord-Afrika, Marokko, een hele sterke oppositie is tegen het islamisme. Dat eigenlijk de eerste die slachtoffers waren van de aanvallen, dat waren niet mensen in Parijs. Dat waren mensen in Casablanca, in Nairobi, in Bamako. En als het dan gewoon door bijvoorbeeld Rutte wordt gezegd, onze cultuur. In Bamako gaan mensen ook naar cafés, hebben ook culturele dingen. Die willen dat ook blijven doen. En die hebben dat de afgelopen jaren niet kunnen doen. Ik was 2 weken geleden in Bamako. Voor het eerst werd er weer een fotobiennale georganiseerd. En mensen waren blij dat mensen weer naar Mali gingen om gewoon te kijken wat daar gebeurde. Ja. Een ander punt is dat in Burkina Faso is nu een revolutie, omdat er inderdaad van onderuit protest is. Morgen zijn de verkiezingen en ik ben heel erg benieuwd wat u vindt van die ontwikkeling. Is dat hoopvol of? Ja. Nou. In Mali zijn verschillende u kent het, dus u weet wat daar gaande is. En een van de bewegingen die gaande is dat de spanningen, weerstand, de militaire acties van het noorden naar het zuiden aan het zakken zijn. En dat is strategisch. Dat is een strategische beweging van zuid of van noord naar zuid. Dat is niet voor niks. Er zijn redenen voor. En de mobilisatie van mensen in het zuiden voor een aantal van die groeperingen is ook daadwerkelijk gaande. Dus daar zit ook die beweging zit er ook. Een ander element, ik moet dat toch, het spijt me dat ik dat moet noemen, maar het is echt een feit, een akelig feit in Mali, dat een aantal mensen, ik zeg het zo voorzichtig mogelijk, een aantal mensen in Zuid-Mali niet heel op heel vriendelijke wijze spreken over de Tuaregs en de mensen in het noorden. Dat is een deel van het probleem. En als dat probleem niet opgelost wordt, de relatie tussen Noord- en Zuid-Mali en de wijze waarop er vanuit Zuid-Mali
die Noord-Malinezen worden bejegend, als dat probleem niet wordt opgelost, dan zal het heel ingewikkeld zijn om een duurzame oplossing te vinden voor de situatie in Mali. En dan kom ik terug bij de vraag van die meneer. Er zal dus daadwerkelijk echt iets moeten gebeuren op het niveau van de regering. En niet alleen maar op het niveau van de bevolking. Want die civil society die wil zich wel sterk maken voor een aantal van dat soort zaken. Maar bij de overheid zit een andere agenda. En in Mali maak ik me daar ernstig zorgen over. Peter, mevrouw geeft het al aan. Ik refereerde er ook al aan in mijn inleiding. Het lijkt wel alsof wij door de aanslagen in Parijs weer zijn wakker geschud, want het komt nu wel heel erg dichtbij op allerlei soorten manieren. Onlangs was de herdenking voor de slachtoffers van de aanslagen in Parijs. Heeft dat ook effect, heeft dat invloed op het anti-westers sentiment waar je het eerder over had? Want de aandacht lijkt niet evenredig verdeeld te zijn over de slachtoffers. Ja, ik weet niet of je refereert naar de dingen die ik daar gisteren over gezegd heb. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ja, dat is niet helemaal goed gegaan, als ik het zo mag zeggen. Ik heb zelfs even overwogen of ik het nog wel verstandig deed om hier vandaag te komen. Want je wilt niet weten wat er gebeurt. Ik heb gisteren, voor de mensen die dat niet weten, ik heb gisteren op de radio een nuance, dacht ik tenminste, gegeven bij de opmerking van Hollande die zei: de Fransen zijn gedood omdat ze Fransen zijn. En ik heb gezegd dat is een wat exclusieve benadering. Want waarom zijn die mensen in Tunesië dan vermoord? En waarom worden de mensen in Mali vermoord? En door het zo exclusief te maken, loop je het risico. En nogmaals, ik woon en ik werk in die landen waar die boodschap wordt ontvangen. En ik hoor de mensen om me heen zeggen: oh, dus als Fransen worden vermoord, dan is dat omdat ze Frans zijn. En dus niet omdat we allemaal mensen zijn. Dus klaarblijkelijk is daar een verschil tussen. En dat kan dus verergerend werken. Dat kan dus de zaak verergeren. Ik heb dat gisteren op de radio gezegd, in ongeveer deze woorden. En ik heb een wat moeilijke nacht gehad. Want de hate mail die je op zo'n moment over je heen krijgt, is geen feest. En toen dacht ik, goh, dat is dus het klimaat waarin we opereren. Waarbij de emoties hier, hè, dus we zijn met z'n allen heel sterk geëmotioneerd. En dat is ook begrijpelijk, dat snap ik ook. Maar laat ik heel eerlijk zijn, dat daar onderdeel van worden is geen feest. Ja, dat begrijp ik. Dank je. U geeft een heel goed beeld van de push- en pull-factoren. En ik denk dat ik zelf wel die sympathie voel en misschien ook wel voelde. Maar ik denk dat de verklaring ophoudt en denk ik ook onze sympathie ophoudt bij het gebrek van geweld. En u zei bij de laatste slide, de religie geeft weer wat je mag doen en wat je niet mag doen. Maar klaarblijkelijk is dat er niet met deze groep mensen? Heeft u daar, wat zijn uw ideeën over het gebruik van geweld? Deze mensen baseren zich op teksten uit de Koran. Er zijn talloze mensen die veel meer weten over de islam dan ik, die daar heldere uitspraken over hebben gedaan, dat de justification, de rechtvaardiging van het gebruik van geweld en het mogen aanvallen van de disbelievers, kafirs, hoe je het ook noemen wilt, dat daar wel degelijk teksten zijn die dat legitimeren indien je in een bepaalde situatie zit. Nou, wat Daesh doet is die zegt: wij zitten in die situatie, wij zitten onder vuur en dus als wij ons baseren op de teksten Sura, Koran, dan hebben wij volgens die teksten de plicht, religieuze plicht om ons te verdedigen en de disbelievers aan te vallen. Of ons te verdedigen, dat zullen we wel zeggen. Dus dat leidt geen twijfel. Dan gaat het natuurlijk over de vraag, dat is eigenlijk een beetje de vraag die ook
Rutte natuurlijk op een of andere manier plotsklaps naar voren. Zijn we in oorlog? Is dit een oorlogssituatie? Want daar gaat het dan ineens om. En dan is het altijd in elke organisatie die geweld gebruikt, is reciprociteit het verhaal. Zij vermoorden ons in Palestina. Zij hebben ons laten vermoorden in Bosnië. We worden geslachtofferd in grote delen van de wereld. Er worden drones op onze hoofden gegooid in Jemen en in Somalië. Dus dat is klaarblijkelijk de taal waarin wij moeten spreken. Nogmaals, ik heb het geloof ik al 2-3 keer gezegd, maar ik ga het nog een keer echt heel uitdrukkelijk zeggen. Ik ben niet degene die vindt dat dat gerechtvaardigd is. Maar dit is de redenatie die er gevolgd wordt. Zij targeten, hè? Zij kiezen ons als doelwit in Jemen en in Somalië. We worden door drones dagelijks. Ik heb families gesproken in Jemen die mij vertellen dat hun kind op de verkeerde plek was, op het verkeerde moment, omgekomen door een drone-aanval. De woede daarover in de familie, in het gezin, in de omgeving, in het dorp, is enorm. En dan is de redenatie, zij doen het tegen ons, dus klaarblijkelijk is dat de taal waarin we met elkaar praten. Dus klaarblijkelijk is dat de taal die we moeten gebruiken om ze helder te maken hoe de wereld in elkaar zit. Daesh gaat nog een stap verder en zegt, volgens de teksten komt de uiteindelijke paradijs op aarde na een fase van chaos. En die chaos helpen wij creëren om te zorgen dat het uiteindelijke paradijs op aarde zal komen. Nou, gelukkig is de ideologie van moderniteit nog net niet zo ver dat we zeggen we moeten eerst chaos en dan zal de hele wereld modern zijn. Dus wat dat betreft zijn we net iets vriendelijker. Maar nee, sorry. Maar er zijn wel degelijk teksten waarop gebaseerd wordt, maar het zit voor een deel ook in de reciprociteit en het idee dat als we op die manier benaderd worden, mogen we dat ook terugdoen. Als het christelijke geloof is, waar die ja, toch misschien minder tussen de regels dat eruit kan halen, zou dat dan minder zijn? Als wij, ik ben niet christen, maar als wij ergens een paradijs op aarde zouden creëren, met dezelfde middelen dit aangaan? Dit is dus heel erg, die vraag kun je alleen beantwoorden als je een positie kiest. Want als ik in Afghanistan zit en ik kijk wat er gebeurd is, of in Irak zit en ik kijk wat daar gebeurd is in de afgelopen 10, 15 jaar na 9-11. Hoeveel honderdduizenden slachtoffers zijn er gevallen in Afghanistan en in Irak? Dat, in vergelijking met 9-11 is dat is niet in verhouding, weet je. Dus dan, maar wij hebben de neiging om te zeggen 9-11 was een vorm van geweld die we afwijzen. Ja, prima. Helder. Zijn we het onmiddellijk over eens. Maar we hebben wat minder moeite om die andere vormen van geweld om die af te wijzen. Omdat dat nou eenmaal ons geweld is. That's how we do stuff. Weet je, dus we hebben een lichte neiging om het geweld van de ander wat zwaarder aan te rekenen dan het geweld wat die andere overkomt. Maar ik beloof je dat aan de andere kant van de wereld wordt daar anders tegen aangekeken. Ik heb niet per se een vraag, meer een opmerking. En als u vindt dat deze opmerking nergens op slaat, dan mag u daar op reageren. U gaf net terecht aan dat religie vaak van secundair belang is voor mensen die voor Daesh kiezen of voor Boko Haram. Maar ik denk dat je wel kan zeggen dat als je naar de leiding van dit soort organisaties kijkt, dat religie als motief wordt gebruikt om financiering te bewerkstelligen vanuit rijke particulieren uit de Golfstaten. Vaak zie je dat leiderschap niks met islam van doen heeft, maar dat ze dan baarden gaan laten groeien, dat ze gaan verkondigen dat ze het allemaal uit de naam van islam doen om financiering uit Saoedi-Arabië bijvoorbeeld te krijgen. Maar mensen
onder de flanken van leiderschap, daarvan kan je wel zeggen dat religie een identiteit voor ze wordt. En dat ze dan, ik zou zeggen dat het voor hun misschien meer van belang is dan de mensen die ze binnenhalen. Omdat de mensen die op het veld gaan vechten, ja, of gaan schieten, die gebruiken islam of een andere religie om een identiteit voor zichzelf te creëren die ze niet bij ons tussen aanhalingstekens hebben gevonden. Ja, nee, bedankt voor die opmerking, want hij raakt aan een heel essentieel punt. Er is, behalve alle dingen die ik genoemd heb, ook een soort onderlinge strijd gaande binnen de umma, binnen de islam, over wie nou de juiste interpretatie van de islam heeft. En die wordt geëxporteerd vanuit de Golf, maar hij wordt ook geëxporteerd vanuit Iran. En er zijn verschillende exporteurs. Turkije mengt zich inmiddels in het debat en in zekere zin Egypte. Maar Egypte is, nou. Ik weet niet of u het gevolgd heeft, maar er zijn vannacht of gisteren aanvallen gepleegd in Noord-Nigeria op Shia aanhangers door Boko Haram. En dat is een reflectie van deze strijd. Nou, dat de export van de wahhabistische interpretatie van de Golf, particuliere geldstromen die daarmee gaande, die daarmee komen, speelt een hele belangrijke rol in de identiteitsvorming en het verzet tegen Soefi. Soefi is dan koloniaal en dus corrupt en dus gelieerd aan de overheid en de postkoloniale overheid. Dus er is een weerstand tegen het Soefi-interpretatie van de islam. De Wahhabis komen daarvoor in de plaats, leveren een nieuwe aantrekkingskracht voor de jeugd en zeggen, goh, dat is een veel helderder vorm van identiteit. En dan zie je dat het door heel Sub-Sahara-Afrika, maar ook de andere kant op, maar met een focus op Sub-Sahara-Afrika, een meer fundamentalistische, militante vorm van islam zich aan het zetten is. En dat geeft dan de aantrekkingskracht die uiteindelijk tabliek en de andere vormen zich ook daadwerkelijk in geweld gaan manifesteren. Dus dat element zit er zeker. Maar dat heeft dat, en in die zin heeft dat te maken met een concurrentieachtige situatie binnen de islam, waarbij er geen helderheid is over de vraag wie vertegenwoordigt nu de echte islam. Is dat de Iran of is het de Golf, is het Saudi-Arabië. En nogmaals, er zijn een paar nieuwe spelers die zich aandienen, die het zaakje nog veel complexer maken. Ja. Goed, ik ga weer even naar deze kant. Wie heeft aan deze kant nog een vraag? 3, ik kom zo bij jullie terug. 4, ik onthoud jullie, oké? Okay? Ik kom naar je toe. Nou ja, ik vraag me heel erg af wat je vindt van theorieën die wordt genoemd false flag terrorism. Zoals bijvoorbeeld wordt gezegd over dat 9-11 aanslag op de Twin Towers heel veel verdachte dingen om zich heen heeft. Dat heeft toch heel erg de war on terrorism gerechtvaardigd. Daarnaast heb ik de video van de executie van James Foley gezien. En het ziet er ook niet heel overtuigend uit. Welke video? Ik mis de executie van James Wright Foley. Wat eigenlijk heel erg de aanvallen op Syrië heeft gerechtvaardigd vanuit Amerika. Daarnaast is het geloof ik ook zo dat de wapens van IS, waar IS mee vecht, grotendeels Amerikaanse wapens zijn. Die of afgenomen zijn van het Irakese leger of door Amerika zelf aan rebellen tegen Assad geleverd zijn, voordat de IS ontstaan is. Dus ik ben erg benieuwd wat u daarvan vindt. Ja, er zitten altijd allerlei perverse elementen in dit soort situaties. Als dat is wat u bedoelt, dan ben ik het daarmee eens. Die perversiteit. Ja,
Ja, eerlijk gezegd ben ik het daar wat minder mee eens. Ik vind die perversiteiten en die perverse prikkels. Als je kijkt naar het huidige conflict tussen Turkije en Rusland, gaat over dat soort elementen. Het gaat over de vraag. Wie wordt er eigenlijk door wie gebombardeerd en om welke redenen? En wie steunt eigenlijk welke factie en fractie binnen de strijd in het Midden-Oosten? Dus die gaat over dat soort vraagstukken. Maar dat er een big agenda zou zijn, hè, zoals er door sommige groeperingen wordt gezegd, om de islam zwart te maken en om de strijd tegen de islam te kunnen voeren en om die te kunnen legitimeren door bepaalde groeperingen te steunen die zich dan vervolgens gewelddadig gaan manifesteren. En dat dan een reden kan zijn om ze te gaan bestrijden. Eerlijk gezegd, naar mijn idee zijn ze far-fetched en niet gebaseerd op enige vorm van bewijsvoering. Ogenblikje, ik ben zo bij. Ik vind het wel grappig wat hij net vertelt, want ja, dat vind ik wel interessant. Als ik rondom me heen kijk, dan merk ik dat mensen eigenlijk heel vaak zichzelf de vraag stellen of aan anderen. En ze willen eigenlijk een antwoord vinden op welke kant moet ik nou eigenlijk kiezen. Moet ik nou de kant kiezen van hun of van onze westerse gedachtegoed? Ik heb jarenlang erin verdiept om. Ik ben van overtuiging geweest, inderdaad, ook dat er bepaalde elitaire groeperingen achter zaten om bepaalde agenda's te kunnen voeren. Dat was mijn idee. En uiteindelijk later ben ik erachter gekomen dat er eigenlijk iets veel meer, iets veel lastigers en veel globales afspeelt in de reden wat er nu gaande is. En daarom wil ik eigenlijk een beetje een toevoeging geven op het stukje begrip voor wat er op dit moment aan de hand is. Om een beetje een idee te creëren. Hoe lang gaat dit ongeveer duren? Om een beetje een idee te krijgen van hoe onze westerse samenleving in elkaar zit, heeft het vooral ook te maken met onze agressieve manier van kapitalisme. Je hebt het net gehad over een stukje decolonisatie. Nou, inderdaad, decolonisatie bestaat nou niet echt meer in de fysieke vorm. Maar tegenwoordig gebeurt er heel veel achter de schermen en dat gebeurt door middel van verdragen. Dan heb je bijvoorbeeld private bedrijven die bepaalde contracten sluiten met overheden. Je moet je voorstellen dat als jij in een dorp ergens woont in Nigeria, en jouw hele dorp moet weg omdat er een bepaalde dam wordt gebouwd, dan is dat een stukje vernedering vanuit hun kant. Ik kan daar best begrip voor tonen waarom de bepaalde extremisten daaruit voortvloeien, snap je? Dus in dit geval zou ik niet zeggen dat het inderdaad om een bepaalde elitaire groepering is, maar het is eigenlijk meer onze soort van agressief-assertieve manier van kapitalisme eigenlijk. En vind ik. Ja. Dankjewel. Mag ik daar toch natuurlijk twee zinnen over zeggen? Natuurlijk. Want ik deel voor een heel groot deel die opvatting. En het minste wat je erover kunt zeggen is dat die opvatting gedeeld wordt door heel veel mensen in een heel groot deel van de wereld. En alleen al daarom is die relevant. De neocoloniale agenda, zoals die wordt verondersteld in de zin van de dominantie van de markt en de relatie tussen die markt en de machthebbers die in de postkoloniale periode aan de macht zijn gekomen en die macht naar zich toe hebben getrokken, leidt tot een uitsluitingsmechanisme voor heel veel jongeren die het idee hebben dat ze geen toegang hebben tot die markt en geen toegang hebben tot die macht, tot die politieke macht. En dat leidt tot een grote hoeveelheid woede die vervolgens wordt gemobiliseerd door islamitische bewegingen. Maar de primaire drijfveer, en ik blijf dat herhalen, is deze politieke angel. Decolonisatie leidt tot concentratie van macht. En dan heb je de val van de muur, die leidt tot een concentratie van macht bij multinationals. En die twee machten komen bij elkaar en dat leidt tot een exclusiviteit voor grote groepen in de samenleving die geen toegang hebben tot die posities. En dan komt onze vriend uit de Golf met zijn Wahhabische predikers. En die zeggen, wij bieden een toekomst en een beeld. En we bieden een moreel kompas. En dan heb je alle ingrediënten bij elkaar. Dankjewel. Ik wil even inventariseren. Hoeveel vragen zijn er nog? Nog genoeg? Oké. We zijn al iets over de tijd. Peter Winchert,
erg als we... We doen nog twee vragen en dan gaan we koffie drinken. We doen nog twee vragen en dan ga ik naar de mensen die in mijn ogen al het langst... Ja, dan kom ik zo bij u. Ja, ik had eigenlijk een vraag. U noemde kort het mensenrechtendiscours. En ik vind dat een heel interessant punt, mede omdat, als ik het goed begreep, u het ook in het kader van de moderniteit plaatst. En wat ik daar zelf moeilijk aan vind, is dat... ik ben het met u eens, maar het moeilijke is dat dan het heel beklemmend kan voelen om na te denken over hoe kunnen we de wereld verbeteren. Als we ons eenmaal beseffen van hoe, wat kunnen onze ideeën van mensenrechten doen in andere landen. Maar welke rol zou u dan nog toedichten aan mensenrechtenorganisaties? Ja, hij is heel ingewikkeld. Ik zou bijna zeggen bedankt dat u hem op tafel legt, maar ik laat hem daar wel liggen, want ik heb het antwoord daar niet op. Nee, maar het is een gigantisch dilemma. Want ik heb hem even overgeslagen, hè, omdat ik er zelf ook een beetje zenuwachtig van word. omdat er vanuit je hele basale idee van universaliteit en al dat soort aspecten, je toch de neiging hebt om die agenda te promoten. En je tegelijkertijd weet hoe ingewikkeld die valt in termen van neocolonialisme. En jullie komen weer met dat vingertje en ons vertellen hoe de wereld in elkaar zit en hoe het moet. En ik heb daar geen antwoord op. Ik ben ook maar een terrorisme-deskundige, dus ik weet ook niet alles. Ik weet er gewoon echt geen antwoord op. Het is een dijk van een dilemma. Ik weet ook niet of ze hier antwoord op heeft, maar misschien de anderen wel. Ik zit een beetje met die hele beweging van je suis Charlie, met qui est Charlie. Dat is even ook de vraag die ik ook wil vertellen. Want als wij kiezen voor Charlie, wat ik tot nu toe heb gezien, dan voel ik me haast gedwongen om mee te doen. En wat doe ik niet als ik het niet doe? Wat doe ik als ik het niet doe? Snap je dat? Ja, ik begrijp de vraag wel. ik ben in dit vak gestapt omdat ik vind dat politiek geweld geen oplossing biedt in politieke vraagstukken. Sterker nog, politiek geweld leidt altijd tot escalatie en het trekt altijd de verkeerde krachten aan. Het trekt mensen aan die agressief zijn, de Sheikhs, de Baghdadis, die de agressie ten top zijn. Die eigenlijk alleen maar uit zijn op militaire overwinningen. En het leidt dus tot een escalatie, meer geweld en dan gaat die nog erger. Zo, hè? Je ziet het, you can see it coming. Hè? Zelfs in de huidige situatie met de snelle opeenvolging van al die aanslagen in Bamako en Libanon, Nigeria, Frankrijk, Tunesië. En dan zie je dat de taal aan de andere kant verhardt. De taal aan de kant van de terroristen verhardt. Je ziet dat we met z'n allen in die... De enige oplossing is de-escalatie. Maar waar krijg je nog steun voor de-escalatie in de situatie waar we in verzeild zijn geraakt? Dus ik begrijp dat de vraag. Van als ik niet meedoe, dan ben ik klaarblijkelijk een supporter van terrorisme. En als ik wel meedoe, ga ik mee in de escalatie en ben ik onderdeel van het probleem geworden. Dus welke positie kies je dan? Mijn particuliere, mijn persoonlijke Peter Knopen oplossing is om naar die landen toe te reizen en in mijn vak bezig te zijn. En te zeggen, ik wil snappen, zoals die meneer daar prachtig uitlegt, ik wil snappen waarom die jongen in Nigeria woedend is. Ik wil het begrijpen. En als ik die woede snap, kan ik tegen de overheid zeggen, godverdomme, luister eens naar die jongen. Luister eens naar wat hij te zeggen heeft. Luister eens naar wat hij doet. Meemaakt. Wat zijn perspectief is. En begrijp eens, in plaats van te demoniseren en mensen tot duivels te maken, begrijp nou eens wat het doet met iemand. Om in zo'n dorp te zitten, te weten dat je in de komende 20 jaar geen bruidschat kunt betalen en dus geen huwelijk zult sluiten. Nooit een baan zult hebben. En zitten verpieteren, sorry dat ik het zeg. In je dorp. Begrijp dat nou eens. Met je dikke bankrekening in Zwitserland. Ja, laten we de dingen gewoon bij de naam noemen. Dat is wat ik doe. En dan laat ik Charlie maar even links liggen. Omdat ik begrijp exact wat u bedoelt.
Dankjewel. Nou, Tom en Grote Spijt zijn we door de tijd heen. Gelukkig kunnen we nog lang genoeg napraten aan de bar. Mag ik namens mij, namens de balie en ik denk dat ik ook wel mag zeggen namens iedereen hier, jou hartelijk bedanken, Peter, voor je aanwezigheid, voor je inspirerende verhaal en voor de antwoorden op de vele vragen die er waren. Dankjewel. Graag gedaan. Thank you.